Oké, okay, de Franse revolutie, ik had hem al aangekondigd. In deze video gaan we kijken naar de eerste fase van de Franse revolutie. En dan starten we aan het einde van de jaren 80 van de 18e eeuw. Want dan zien we dat jaar na jaar de prijzen voor brood hoger worden omdat de graanoogsten een aantal keer mislukken. Het gaat dus niet goed in Frankrijk. En die zorgen die worden nog eens verergerd door het feit dat uh, Frankrijk allerlei oorlogen voert. Waardoor de staatsschuld alleen maar groeit en de Franse schatkist leger en leger wordt. In 1789 zit Frankrijk dan ook in een grote financiële crisis. En de koning op dat moment is de absolute vorst Lodewijk XVI. En die geeft enorm veel geld uit aan uh, zijn hofhouding en zijn paleizen en allerlei oorlogen. En dus om die staatsschuld ook te voldoen. Maar hij komt dus met het probleem dat zijn schatkist leeg is. Ja, en dan kun je als vorst iets heel simpels doen. Dan kun je dus nieuwe belastingen gaan heffen. Maar ja, om dat te doen... Op het moment dat de belastingen uh, al een aantal keer verhoogd zijn en vooral op het moment dat de prijzen voor het voedsel, voor het levensonderhoud dus enorm zijn gestegen, hè? denk even terug aan die hoge broodprijzen, ja, dat is natuurlijk niet zo slim. En Lodewijk XVI, hij is een absolute vorst, hij zou het in zijn eentje kunnen beslissen, maar hij besluit om niet zomaar dat door te voeren. Hij besluit iets te doen wat al in geen 175 jaar meer is voorgekomen. Hij besluit de Staten-generaal bij elkaar te roepen. En de staat-generaal, dat is een vertegenwoordiging van de verschillende standen. Hè. De Frankrijk was die standensamenleving. Alleen daar wordt eh, niet per persoon, maar per stand gestemd. En er zitten dus 300 edelen, 300 edellieden en 600 leden van de derde stand in. Maar omdat dat dus niet per persoon, maar per stand gestemd wordt, wordt het eigenlijk altijd 2 tegen één. Eerste en tweede stand die spannen samen tegen de derde stand. Dus ook had er in die derde stand als daar 10.000 mensen hadden ingezeten of zo, in die staat-generaal had het nog niks uitgemaakt, want er wordt per stand gestemd. Nou, dat vinden die eerste en die tweede stand vaak wel prima en die derde stand vindt dat dus niks. En als dan die staten-generaal bij elkaar komt en er wordt dus weer per stand gestemd, dan besluiten de vertegenwoordigers van de derde stand om uit die staat-generaal te stappen en om zelf een zogenaamde nationale vergadering uit te roepen. En sommige geestelijke en edelen uit de staat-generaal sluiten zich daarbij aan. Nou, je kunt je voorstellen dat de Franse koning Lodewijk XVI dat, hij dat niks vindt. Wat doet hij? Hij verzamelt zijn troepen rond Parijs, want daar is die staat-generaal bij elkaar gekomen en daar in een kaatsbaan, een soort tennishal, uh, daar is ook die nationale vergadering bij elkaar gekomen. En die koning die begint, dus allemaal troepen rondom Parijs te verzamelen. om die nationale vergadering misschien wel tegen te gaan houden. Nou, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door Parijs heen. En een groot gedeelte van de bevolking van Parijs besluit dan om uh, de nationale vergadering te gaan helpen. Ze bestormen de Bastille, dat is een, een, een grote gevangenis- en wapenopslag midden in Parijs. En uh, dat is eigenlijk het begin van een algehele opstand in Frankrijk. En opnieuw, de koning vindt dat natuurlijk niks. Dikke dislike. Ben jij nou echt zo'n boomer dat je nog steeds van die Facebook-buttons gebruikt? Ja, sorry, kan ik ook niks doen. Ik heb zelf geen Facebook, maar like en dislike maakt het vaak toch wel heel erg duidelijk. Maar goed, terug naar de situatie in Frankrijk. Uh, algehele opstand, hele onrustige zomer is het in Frankrijk. Uh, waarbij overal in Frankrijk, niet alleen in Parijs, maar uh, overal in het land dus opstandjes plaatsvinden. Waarbij uh, vertegenwoordigers van de eerste en de tweede stand het behoorlijk moeten ontgelden. En uh, ja, dat leidt eigenlijk de hele Franse Revolutie in. En dan zie je wel dat er iets moois gaat gebeuren, namelijk dat die ontevredenheid dat die ook gekoppeld gaat worden aan die ideeën van de verlichting. Want die nationale vergadering, die uh, verklaart in 1789, of geven ze eigenlijk de verklaring van de rechten van de mens en de burger uit. Die zien we hier rechtsonder in het klein staan. Nou wat is dat? Dat is een hele uh, verlichte tekst waarin uh, belangrijke verlichte waren zoals vrijheid, gelijkheid. En soevereiniteit van het volk terugkomen. Hè? Dus dat de macht bij het volk moet liggen, dat de wil van het volk moet worden uitgevoerd. Hele verlichte ideeën dus. En dan blijkt dus ook wel dat die Franse Revolutie gestoeld is op die ideeën van die verlichting. Uh, want je ziet hier de ideeën van Rousseau in terugkomen, van gelijkheid, uh, van Locke van de bescherming van de natuurlijke rechten, dat zit erin. En Montesquieu's scheiding van de machten komt er ook al in terug. Nou, en uiteindelijk leidt die verklaring van de rechten van die mensen en burger. Uh, uiteindelijk ook tot uh, de eerste Franse Grondwet. Want er wordt ook de inleiding van die Franse Grondwet. En de grondwet, dat is ook weer zo'n uh, verlicht idee, hè, dat is sociaal contract. En de belangrijkste bepalingen van die grondwet zijn de volgende: uh, de privileges van de eerste en de tweede stand die worden afgeschaft. Gelijkheid komt er. De macht van de koning wordt beperkt, dat is geen absolute vorst meer, en ook veel belangrijker misschien, er komt die scheiding van de machten zoals Montesquieu het graag zou zien. En bovendien wordt het bestuur democratischer, want er wordt kiesrecht ingevoerd. Census-kiesrecht weliswaar, dus er wordt een bepaalde grens ingesteld uh, wanneer je belasting, uh, be belasting betaalt dat je ook mag gaan stemmen, dus de gegoede burgerij die mag mee gaan beslissen. Ja, en hiermee is Frankrijk een constitutionele monarchie geworden. Een monarchie, een koninkrijk, dat was het altijd al, want het zal altijd al die Franse koning aan het hoofd staan. Maar die koning die is nu ook gebonden aan de grondwet, aan de constitutie. En daarom dus constitutionele monarchie. Nou, hoe raar voor Frankrijk, hoe raar voor de Verlichting zou je kunnen denken, maar dat is niet per se zo. Die Franse Revolutie is nog lang niet afgelopen. In de volgende video gaan we kijken naar de Tweede Franse Revolutie.